echt hilariteit al over. Dit was mijn kamer. I know, I miss it so much too. Het enige wat hij uit heeft gedaan is zijn shirt. Hallo, welkom bij een nieuwe weekendvlog. Het is vandaag een aparte weekendvlog. Ik noem het even de special, want het is vandaag zondag. Gisteren en eergisteren heb ik niet gevlogd, want ik was ziek. En ja, ik had even geen behoefte aan mijn vlogcamera, want het zag er niet uit. En ik was gewoon moe en misselijk en alles. En vandaag ben ik weer fit. En we gaan vandaag iets leuks doen, want we gaan naar Tarrytown. Here we come. Zo leuk! Dus vandaag filmen we gewoon een hele dag. En ja, dat is eigenlijk nieuw. Maar ik dacht, nou, zo heel af en toe kan ik dat wel een keertje doen misschien. Tarrytown is het dorpje waar ik heb gezeten met EF. En het is echt een heel schattig Amerikaans dorpje. Ik ben er al heel lang niet geweest en ik wil het graag aan Corine laten zien, want die wil een echt Amerikaans dorpje zien. Dus we gaan daar vandaag heen. Om in Tarrytown te kunnen komen moeten we de trein pakken en die pakken we vanaf Grand Central. En dit is echt het mooiste station, vind ik, dat er is. Nou, welkom op Grand Central Station. Dit station is echt zo mooi. Het wordt ook gebruikt voor heel veel films en series. Dus misschien dat je het wel herkent ergens van. Zelfs als je niet de trein moet nemen, dan moet je sowieso even naar Grand Central gaan als je in New York bent. Want het is gewoon echt heel bijzonder om te zien. En hieronder kun je ook heel lekker eten. Ze hebben een hele dining concours, zo heet dat. En daar hebben ze allerlei lekkere eetentjes. Begin ik weer over eten, uiteraard. Lekker, gezellig. Dagje op stap, stichting. Niet aan de ramen likken, hè. We zijn er! Woehoe! Welkom Corrie en iedereen in Tarrytown. Tarrytown. Kijk, en hier hebben ze gewoon nog ouderwetse parkeermeters. Even ter verduidelijking, ik heb hier dus in 2012 met EF, dat is een talenorganisatie, heb ik hier in Tarrytown gestudeerd. Heb ik 3 maanden Engels cursus gedaan. En ja, dat is dus niet in het midden van de stad. Je moet een trein pakken naar Manhattan die 40 minuten duurt. Maar ik heb dat nooit erg gevonden, want dit dorpje is zo gemoedelijk en zo schattig. En hier krijg je wel echt even dat Amerikaanse gevoel wat in New York eigenlijk ontbreekt. Ja, lekker. Ik ga de calorieën een beetje weer op peil brengen. Ja, daarom weet je. We zijn een heuvel opgelopen, dus ik zeg doen. Ja, wel genoeg toch? Ja, een beetje erbij misschien. Dit kan er nog maar bij. Dit moet erbij. Ja. Prachtige Halloween tafereel. Ga er even bij staan. Dat blendt lekker. Nou, de Manhattan-mutsen hebben weer een winkeltje gevonden, hoor. Ik vind deze jas toch vet? Echt hilariteit al over. Hilariteit al over. Ja. We hebben weer wat gekocht, hoor. Ik heb een jas, die paarse jas en een zonnebril. En Corine heeft ook een zonnebril. Je stickertje zit er nog op. Oh. Hey, maar even serieus. Dit is een supermarkt, maar dit ziet er toch gewoon uit als een wijkje ergens in Nederland gewoon. Het is echt zo leuk om hier weer te zijn. Ik deed hier altijd mijn boodschappen. We hadden namelijk heel illegaal toen een koelkastje op onze kamer. Dat mocht niet, maar dat hadden we op een of andere manier gefixt. En dan ging ik hier boodschappen doen en oh, het ruikt hier nog helemaal hetzelfde. Het is gewoon hetzelfde. Zo leuk om weer te zien. Als je nog cornflakes wil, genoeg keuze. Ze hebben hier dus ook brood. Maar dat is gewoon, even zacht gezegd, niet te vreten. Echt. Nou ja, wat je bij ons dit gewoon een bakje kip bij de Albert Heijn bij voor een week of zo. Nou, dit is beleggen met een broodje. Ja, echt ongekend talent hebben ze daarvoor hier. Rembrandt, extra aged Gouda.
En dan ook zo'n portret. Heb je dit ooit in Nederland zien liggen? Nee, toch? Zo'n portret. Met een portret erop en dan een Dutch mouse. Nee, ik heb dit nog nooit gezien. Nou, wat kost het? Kaas is hier heel duur. $6 voor dit menig mini stukje Beemster. Beemster. Ja, vind je dat wat? Dat is de Tarrytown Police, hè? Ja, super. Kijk dan, wat een beer. Het zou je bodywarmer zijn. Ik heb hier ook meegemaakt, jawel, dat ik hier was en dat ik een potje Nutella kocht. En dat ze vroegen, wil je er een lepel bij? Dus ik dacht, Nutella met een lepel? Ze zei, ja, een lepel. Nou, op een gegeven moment ben ik dat maar gewoon gaan doen, omdat dat hier blijkbaar normaal is. Dat je gewoon Nutella eet uit de pot met een lepel. Oké, maar het dan wel raar vinden als je dan aankomt. Eerste indruk van Tarrytown. Ja, ik vind het echt, maar dan ook echt, ik vind het fantastisch. Het is leuk, ik hè? Het, ja, ik zei net al, ik word er bijna emo van, zo leuk vind ik het hier. Het is zo gemoedelijk het hier. Het is gemoedelijk, het is echt alles wat je gewoon in Amerikaanse films ziet. Die kleine dorpjes, dat is dit gewoon, ja. Hier. Dit wil je toch? Dit wil je. Garage erbij daar. Hier heb je ook gewoon nog elektriciteitsstralen. Ja, mooi hè? En hier is EF, waar ik op school zat. Helemaal bovenaan de berg. Oh, wat leuk om hier te zijn. Kijk, dit was mijn kamer. Wacht, je ziet hem bijna niet. Ik woonde in Gerard Hall. En dan zat ik daar. Hier. Met twee andere kamergenotes. Wacht, kom, kijk. Hier. Dit was mijn kamer. Deze. Hier zat ik. I'm like, I'm really envy you so much now right now. I know, I miss it so much too. And it's like, I'm standing right in front of our building. Ja, it's been so long. Het is zo bijzonder, want in 2012 stond ik hier echt als een ander meisje, weet je wel. En dan denk ik van, wat er allemaal in die 4 jaar is gebeurd. Het is echt, ik had nooit gedacht dat ik hier nu weer zo zou staan zoals nu. En ja, ik vind het gewoon echt heel erg leuk om dit te zien. Ik kan het echt gewoon niet uitleggen hoe leuk het is. De reden waarom dit dorpje zo leuk is en waarom die huizen zo leuk zijn, is omdat het echt gewoon typisch Amerikaans is. En dit is zo niet bekend voor ons, deze bouwstijl van huizen. Nee, overal ook die houten planken. Ja. Het is niet zo heel gek dat ze hier overal bang zijn voor brand. Toch geweldig als je hier woont. Je hoort de vogeltjes, de krekels. Er komen hier herten voorbij in het najaar. Je hebt hier eekhoorntjes. De rust. Echt de rust zelf word je hier. Helemaal leuk. Veel te rijke man. Helemaal leuk. Heeft daarom niks te doen. Nou. Beetje klein. Beetje. Ik vind het wel vet. USA Army. Ja joh. Ik zie jou helemaal naar. Die naad ook, ja, die naad zit er wel erg in, die zeg maar. Trekt er ook een beetje een soort stringmodel. Ja, dat is niet helemaal hoe het moet. Ik vind het bijzonder. Ik zie je al helemaal door Amsterdam lopen, hoor. Dit ritje kan ook open. Zo. Dit is downtown Tarrytown. Ja. Ik heb honger, Cor. Ja, ik ook, Claire. Oké, Cor. Nou, dat was zo goed als ons dagje Tarrytown. En wij zouden wij niet zijn als we nu nog eventjes een lekker burgertje gingen klappen. Toch, Corine? Sowieso. Even lekker eten. Wat hebben we nog niet gedaan? Gewoon nog wat kaassaus en wat kaas op de friet met extra kaas ernaast. En kaas. Je hebt kaas nog niet gezegd. Ja. Parmesan truffle fries. En een broodje met cheddar, avocado, ui en een portobello burger. Aha, aha. Hoppatee. Hopsakee. Oh, dit is de echte leven.
on fire. Dit is erg bijzonder. Er zou ergens een brand zijn. En daarvoor moeten alle brandweermannen uitrukken. Maar het enige wat hij uit heeft gedaan is zijn shirt. En ze staan daar heel erg op het dode gemakje te niksen. Waarom ga je hier zo staan, halfnaakt? En waarom zegt niemand daar wat van? Ik vind het erg bijzonder. We zijn hier nu in de fire department van Terry's Home. En we mogen even in een vehicle kijken. Dat is toch leuk? Yeah. This is good door, so hop on in. Cool. That's cool. Oh my god. I promise I won't touch any buttons, okay? Dit is cool. Oh mijn god, kijk dan joh. Hele uitrusting shit hierin. Nou, dit maak je ook niet altijd mee. Oh, cool. Hele entourage hier. Waarom staat er hier een gymapparaat? Ik ben weer thuis. Ik ben helemaal gesloopt. Ik heb wel echt een hele leuke dag gehad. Ik vond het ook mooi om te zien dat Corine zo ontzettend enthousiast was. En ja, ondanks dat ik gisteren en eergisteren niet lekker was, heb ik vandaag wel echt een topdag gehad. Ik hoop dat jullie dit een leuke vlog vonden. Ook al heb ik gisteren en eergisteren natuurlijk niks gefilmd. Maar laat me even weten in de comments wat je hiervan vindt als ik af en toe een keer gewoon een dagje film. Want ik vind het ook wel fijn. Ik vind het ook wel handig om dat te doen. Omdat er, ja weet je, er zijn niet altijd dagen waarop ik echt hele leuke dingen doe. Het is hier natuurlijk heel leuk, maar ik ben niet dag in dag uit op stap. Dus dan ja, misschien dat ik het nog vaker een keertje kan doen. Ik wil jullie in elk geval heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Doe even je blauwe duimpje omhoog als je hem leuk vindt. En abonneer je even op Trendklos als je dat nog niet gedaan hebt. En ja, ik zie je heel graag woensdag weer bij een nieuwe video. Doei!